Oh, dan naar voren. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Dus je ziet van leunen, van helft. Je ziet ook dat hij wat sneller reageert. Ja. Wat sneller ook. Ik denk dat dit al veel... Dit ziet er al veel soepeler uit, Bjorn, dan dat andere ding. Kijk. Naar voren, vol gas, Bjorn. En volgens mij het lijkt wel of er veel meer power in zit in deze. Komt omdat je de breedband. Is het nu al beter? Ja? Die zit nu heel laag. Hij kan je dus nog. Als je hier kijkt, er zijn er nog 1, 2, 3, 4. En de D staat in de laagste stand. Dus ik kan hier nog 1, 2, 3, 4, 5. Dat is zo'n stuk. Ik kan je hierbij nog zo'n stuk mogen krijgen. Dan zit je net zo. Ja. Ja? Maar voor instap is het misschien wel fijn. Ja. Ja. Kan wel. Je kunt het aanpassen zoals jij. Het verschil is met wat we net allemaal knopjes hadden, is hier niet meer nodig. Duim maar naar voren. En hij reageert. Nou, eens kijken wat je. Het draait exact hetzelfde. Nou, Bjorn. Daar had hij. Maar als je het gewoon leunt, dan gaat hij wel. Dan heb je niet zo'n luxe. Je hebt niet zo'n luxe rugsteun als bij jou. Dit is wat degelijk. Maar ik hoor jou denken, zal wel, dan kan je het over mijn voer hebben. Dus deze heeft problemen. Zelf naar voren, Bjorn. Naar voren. Laat maar zien. Sturen. Ja, heel goed. Oeh, daar ga je been. Kijk, wat je dan doet is, wat is het voordeel van deze? Is dat je een balans op zijn ruim kan zetten. Haal hem even uit de balansbonus. Zo. Je voeten even op de juiste plek zetten. Kijk, en daarom is dat andere. Kijk.